Het personeel van de Stichting Volkshuisvesting Suriname is gisteren weer in actie gegaan. Bondsvoorzitter Michael Salon zegt dat het personeel de houding van waarnemend directeur Andilio Vrede beu is. Minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting had ervoor gezorgd dat de eerste werkneerlegging was opgeschort en dat bond en directie on speaking terms waren. Salons geeft aan waarom er wederom besloten is in actie te gaan. De aanleiding daarvoor is dat ja, we zijn geweest bij de directeur vorige week woensdag. Door tussenkomst van de minister heeft de directeur, hebben we een datum gehad dat we weer zouden onderhandelen over die loonsverhogingen. Wat blijkt dat toen we afgelopen woensdag zijn geweest, dus vorige week woensdag zijn geweest bij hem, volgens afspraken met de minister, dan uit zijn woorden heb ik kunnen halen dat hij geen mandaat heeft om met ons te praten. Of nee, niet met dat om cijfers af te geven en dat soort dingen. En een bod te doen, een tegenbod. Ja? Want hij heeft niets gedaan. We zijn met een nul vandaar gegaan. Ja? Niet eens een tegenbod hebben we gehad. Dus wij hebben hem toen die dag nog aangegeven. Dat was vorige week woensdag. Ja? Dat wij hem geven tot maandag aanstaande om een tegenbod te krijgen. Na bijkans 3 weken zijn we geen millimeter verder gekomen met de gesprekken. Dan kan ik niet spreken over onderhandelingen, meent Salons. De minister heeft bemiddeld en de minister heeft aangegeven dat we dan de onderhandelingen zullen voortzetten. Maar als we gaan voortzetten, dan begrijpen wij dat dan zijn dingen bij de RVT, dingen zijn bij de minister en dan dit en dan dat. Dus hij kan. We hebben een aantal vragen gesteld wat de financiën zelf aanging. Ja? Hij kan geen antwoord op geven, want hij heeft geen toestemming. We moeten wachten op dan wanneer de RVT. Dus uit zijn woorden hebben wij gehaald dat hij geen mandaat heeft om zaken met ons te doen. Dus dat hebben we verkocht aan de leden gistermorgen. En gistermorgen hebben de leden dan besloten om dan direct weer de opgeschorte acties weer op te pakken. En wat houden die acties precies in? Tot vandaag was het sit-down. Je komt aan het werk en je zit en je doet niets. Salons is niet te spreken over de wijze waarop waarnemend directeur Andilio Vrede omgaat met de bond en dat hij zaken afhandelt zonder de bond in kennis te stellen. De acties gaan door totdat er een akkoord is bereikt.